Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, regeringsraad bespreekt beleidsprioriteiten, mijnbouw en grondzaken. LVV-minister kondigt lanceringprojecten ten behoeve van de agrarische sector in Ikeri. President Santokki erkent historische strijd en waardevolle bijdrage van Maroon-gemeenschap. En ILO streeft naar verbetering van sociale dialoog tussen tripartite partners. Tijdens de recente vergadering van de regeringsraad onder leiding van president Chandrika Prasad Santokki heeft de regering de beleidsprioriteiten besproken en enkele besluiten genomen. Op woensdag 9 oktober 2024 werden de leden van de regering geïnformeerd door deskundigen van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen over een nieuwe mijnbouwwet en de oprichting van de Delfstoffenautoriteit Suriname. Tevens hebben deskundigen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aandacht gevraagd voor het poortgebouw. Daarnaast heeft het coördinatiebureau onder leiding van presidentsadviseur Urmila Ramlagansin de regering uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van de belangrijkste projecten die onder haar toezicht vallen. Deskundigen van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen onder supervisie van Clyde Griffith hebben het traject voor de oprichting van de Delfstoffenautoriteit Suriname en de herziening van de mijnbouwwet gepresenteerd aan de regering. Tijdens de presentatie zijn aanpassingen en toevoegingen aan de wetten besproken, variërend van local content tot de bescherming van culturele en archeologische overblijfselen. Verder heeft de Commissie Monumentenzorg aandacht gevraagd voor het poortgebouw dat van historische waarde is en zich bevindt in de historische binnenstad. Dit gebouw, dat valt onder het beheer van het RK-bisdom, is namelijk ook opgenomen op de internationale lijst van de monumentale gebouwen. De commissie en het bisdom hebben afgesproken het gebouw te behouden voor toekomstige generaties. Ten slotte heeft het coördinatiebureau gerapporteerd over de prioriteitsprojecten van de regering. Zo is er in het kader van het aanbieden van betaalbare kavels aan sociaal minder bedeelden goedkeuring verleend aan het definitieve concept van de PPP verkavelingsprojecten. Dit betreft de realisatie van bouwrijpe kavels in Bellaswaard te Kommewijnen en aan de verlengde Houtuinweg in Wanica. Tijdens de wekelijkse persconferentie op woensdag 9 oktober zijn er belangrijke mededelingen gedaan. Een van de hoogtepunten was de lancering van 3 grootschalige projecten door president Santokki tijdens zijn bezoek aan Ikeri. Deze projecten omvatten het graven van een 26 kilometer lang irrigatiekanaal in Wageningen, financiering van irrigatiewerken door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en een rijstverwerkingsunit opgezet voor de ondersteuning van kleinschalige landbouw in Ikeri. Deze projecten zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de agrarische sector en het verbeteren van de leefomstandigheden van boeren in Ikeri. Wij brengen u een fragment van LVV-minister Parmenan Soudin uit de eerder gehouden persconferentie. Afgelopen vrijdag en heeft de president een bezoek gebracht aan Ikeri, waar hij, wat LVV betreft, de launch heeft gedaan van 3 projecten. En het gaat om het graven van een irrigatienetwerk, een kanaal van 26 kilometer lang te Wageningen. Het gaat om een launch van 6 projecten, welke door IDB gefinancierd is geworden. Het kader van ook onderhoud van irrigatiewerken in de westelijke pot, tenminste de linkeroever van de Ikeri-rivier.
En uiteindelijk ging het om een launch van een verwerkingsunit voor rijst ten behoeve van de kleine landbouwers in Nikeri. Om het eerste te beginnen, we zijn continu bezig in het kader van de food security, om dat te garanderen, te kijken naar waar de mogelijkheden zijn om versneld de agrarische productie op te krikken. Food security is een issue over de hele wereld. Volgens de FAO gaat om 800 miljoen mensen ongeveer welke een tekort hebben aan voedsel of aan hongerlijden. En binnen CARICOM hebben wij ook een afspraak met de staatshoofden om te proberen om ons importbil van voedsel tegen eind volgend jaar met een 25% terug te brengen. En zo zijn we bezig intern te kijken waar wij versneld dat zouden kunnen verhogen. En dat is dan de mogelijkheid ligt bij de rijsector. Omdat er daar nog heel wat areaal ligt, braak ligt. Welke vroeger wel in productie waren, maar de laatste 10, 15, 20 jaren er een bijzondere, een grote achterstand in te bespeuren valt. Arealen die braak liggen, maar die, soms, tenminste vanwege diverse oorzaken. En vaak is het dat de infrastructuur het niet doet. Achterstallig onderhoud, tekort aan water, noem maar op, alle zaken die je zo op een rij kunt zetten. Dus in dat kader zien wij mogelijkheden voor uitbreiding aan de rechteroever van de Nikeri-rivier. Te beginnen bij Wageningen en dan ten noorden van het Middenstandspolder. En dan trekken we het kanaal door tot aan de overkant van Paradijs. Ik noemde het eerder al een kanaal van 26 kilometer lang. Dit hebben we opgebracht als een prioriteitsproject. En welke door de regering is goedgekeurd. Er is een inschrijving geweest. En de financiering vindt plaats door het ministerie van Financiën. En uit de pot van PBL. En dat is dan in gelden die beschikbaar waren gesteld door de IDB. Maar we noemen het makkelijkheidshalve PBL-projecten, policy-based en loans. En daaruit zijn die middelen dan beschikbaar gesteld. In deze gaat het om een bedrag van rond de 4 miljoen Amerikaanse dollar. Waarmee we een areaal van rond de 10.000 hectare gaan ontsluiten en extra in productie gaan kunnen brengen. Wat het tweede project betreft, het is een project in 2017 was getekend. Er is een start meegemaakt en de president heeft in april 2021 het project gelaunched. In totaal gaat het om een bedrag van 30 miljoen Amerikaanse dollar. En waarmee we nu gestart zijn vorige week vrijdag. Het gaat om 6 polders, 6 waterschappen, waar meer dan 100 kilometer aan dammen en wegen gecunetteerd zullen worden, belegd zullen worden, om de toegankelijkheid tot de arealen waar rijst wordt geproduceerd, om die te verbeteren. En er zullen ook kanalen, lozingen onderhouden worden, uitgediept worden, ook met een lengte van meer dan 100 kilometers. 8 stuks kunstwerken, sluizen voornamelijk, zullen gerepareerd worden. En tenslotte, u maakt al jaren mee de discussies, tenminste issues, die door de bevolkingsreisbouw, elk seizoen op tafel wordt gelegd. Paddyprijzen praat men over. Afzetgarantie praat men over. Men praat over kwaliteit. Men praat over betalingen die niet op tijd plaatsvinden. Men vindt de prijzen te laag. Allerlei zaken die duiden op, tenminste volgens hun, op een stukje, ik noem het een beetje grof, uitbuiting van de kleine man door de groteren. En daarvoor hebben ze vaak jaren achter elkaar aan de bel getrokken. En we hebben nu gemeend als deze regering om hun bij te staan in deze.
door ten behoeve van hun een eigen verwerkingsfaciliteit neer te zetten. En dat gaat in totaal een bedrag van 6 miljoen Amerikaanse dollars kosten. En ook uit de pot, wat ik eerder noemde, een PBL. En een start zijn is gegeven. En we hopen dit project binnen 10 maanden afgerond te hebben. Op de dag der Marons is op traditionele wijze een plengoffer gebracht en zijn er kransen gelegd bij het monument op het plein van 10 oktober 1760. Hiermee werd stilgestaan bij het vredesverdrag dat op deze dag in 1760 werd gesloten tussen het toenmalige koloniale bestuur en de Djuka-stam van de Marons in Suriname. Dit verdrag erkende de vrijheid en zelfstandigheid van deze stam. Ook president Santokki had de eer om een krans te leggen bij het monument op het plein van 10 oktober 1760. Betekent heel veel voor me. Het betekent op de eerste plaats vrijheid. Dat eigenlijk wat mijn voorouders hebben gedaan in het verleden, dat ik vandaag hier mag staan vandaag. Het is een bijzondere en het is ook nog een heel belangrijke dag voor mij. Omdat ik terug mag blikken wat voor strijd mijn voorouders hebben geleverd om vandaag nu op dit moment hier te staan. Zodra je weet wat 10 oktober betekent, dan denk ik dat je dan moet weten wat je cultuur is. Het gaat niet alleen om één stam, het zijn verschillende Maron-stammen die bij elkaar zijn. En als je je cultuur kent, dan weet je sowieso wat 10 oktober betekent. En het behoud van cultuur, dat staat gewoon vast. Heel simpel, laten we ophouden om te kijken wat ons uit elkaar brengt. Maar laten we koesteren wat ons bijeen brengt. Samana kovo, kovo samana, osha bibi. Samana kovo, kovo osha bibi. Samana kovo, kovo samana, osha bibi. Samana kovo, kovo samana, osha bibi. Het International Labour Organization, ILO, streeft naar verbetering van sociale dialoog tussen tripartite partners. In het kader hiervan organiseert zij, in samenwerking met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, op 11 tot 12 oktober een workshop in Hotel Torarica, welke gericht is op het versterken van de capaciteit om sterke, invloedrijke en inclusieve mechanismen voor sociale dialoog op te bouwen. Dit zal de tripartite partners, waaronder de Raad van Vakcentrales, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de monitoringcommissie van het Decent Work Country Program in Suriname, in staat stellen om effectieve arbeidsbesluiten en beleidsvorming te bereiken die het werk bevorderen en sociale rechtvaardigheid versterken. Personen die
werkzaam zijn in Nationaal Tripartiet Sociaal Dialoog Organen. Ik heb begrepen dat het in Suriname verschillende zijn. En de bedoeling is om hun begrip van hun rol in zo'n Tripartiet Sociaal Dialoog Orgaan te versterken en ook hun onderlinge relaties te versterken. Dat is gewoon Nationaal Tripartiet Sociaal Dialoog. Dat is het centrale thema van de workshop. De focus zal zijn wat hun rollen precies zijn, hoe ze beter met elkaar kunnen samenwerken, begrip tonen voor elkaar, elkaar proberen te begrijpen, consensusvorming, hoe ze dat kunnen doen als er geen consensus bereikt kan worden, hoe ze toch hun eigen punten kunnen vastleggen en dan voorleggen aan degene die om advies heeft gevraagd. Nou, we hebben verschillende sessies. Vandaag hebben we sessies om het begrip beter te kunnen begrijpen. De rollen van de verschillende personen, onderhandelingstechnieken, randvoorwaarden voor effectief sociaal dialoog. En ik heb begrepen dat de werkgeversorganisatie ook gevraagd hebben naar informatie of beter zicht van een zelfevaluatiemethode die de Internationale Arbeidsorganisatie heeft ontwikkeld voor instanties voor sociaal dialoog, zodat ze een zelfevaluatie kunnen uitvoeren om beter, om effectiever sociaal dialoog te kunnen. Het is 2 dagen, vandaag en morgen, van 8 tot 16:00. Ik doe het samen met de heer Koen van de Veer. Hij is meer over onderhandelingstechnieken, dus hij gaat de constituenten van de sociaal dialoog adviesorganen, hun onderhandelingscapaciteiten, daar gaat hij meer op in. En ik ga op de hoofdlijnen van de sociaal dialoog. Zoals jullie waarschijnlijk weten is het de bedoeling dat de overheid beleid opstelt. Maar de overheid die kan dat niet alleen doen, of het is niet handig als de overheid dat alleen doet, want wat de overheid doet, heeft natuurlijk invloed op werkgevers en werknemers en hun organisaties. En natuurlijk is het ideaal als het beleid dan de draagvlak heeft van de bevolking, de werknemers en de werkgevers. En dat is dan de bedoeling waar sociaal dialoog voor staat. Well, sociale dialoog is belangrijk, omdat het de tripartite partners, met name het bedrijfsleven, de vakbeweging en de overheid in staat stelt om te praten over issues die de partners bezighouden. Maar ook als je kijkt in nationaal belang om te praten over ontwikkeling van Suriname. Wel, sociale dialoog houdt in dat de tripartite partners, de sociale partners, issues die belangrijk zijn voor hun leden, maar ook voor de ontwikkeling van Suriname, openhartig, eerlijk met elkaar bespreken. Om zodoende te geraken tot oplossingen die dan gezamenlijk aangepakt moeten worden. Het doel van deze workshop is om de tripartite partners, de sociale partners, te trainen in technieken om een goed sociaal dialoog te voeren met elkaar. Wel, voor een duurzame sociale dialoog zijn zeker nodig leiderschap. En leiderschap die in principe regering overstijgend is. Er zijn ook nodig issues zoals vertrouwen in elkaar. Vertrouwen dat als je afspraken maakt, dat die ook worden nagekomen. Maar er is ook toch wel nodig is ook eenheid binnen de sociale partners. Zodat ze als vertegenwoordiger, echte vertegenwoordiger van de vakbeweging, het bedrijfsleven of de overheid, met elkaar in sociale dialoog kunnen. Wel, met volwassen dialoog bedoel ik meer te zeggen dat als we kijken naar de opstelling van de samenleving, naar sociale dialoog, het op dit moment onvolwassen is. En ik gaf al aan dat wanneer de regering in sociale dialoog is met bijvoorbeeld de vakbeweging, dat vakbondsleiders beschuldigd worden dat ze de belangen van de medewerkers vertrappen of niet nakomen, of dat ze zich laten omkomen door de regering. Maar dat is juist niet nodig. Wil je een volwassen dialoog hebben, dan moet de samenleving toch wel vertrouwen dat wanneer de partners bij elkaar komen om issues te bespreken, dat het gebeurt op basis van rechtvaardigheid, eerlijkheid en openhartigheid. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.